Decubitus wordt in de volksmond ook wel een doorlichtplek genoemd en treft in Nederland jaarlijks duizenden mensen. Iedereen die vanwege een ongeval of ziekte in bed, stoel of rolstoel moet blijven, kan decubitus krijgen. Dit leidt vaak tot meer pijn, een trager genezingsproces of zelfs een langer verblijf in het ziekenhuis. Decubitus ontstaat door langdurige druk op dezelfde plaats. Door zitten of liggen worden op bepaalde plekken in de huid de kleine bloedvaten en het daaronder gelegen weefsel samengedrukt. Deze bloedvaten voorzien de huid en het weefsel van voedingsstoffen en zuurstof. Wanneer de huid en het onderliggende weefsel te lang geen zuurstof krijgen, beschadigen de cellen en ontstaat decubitus. Decubitus ontstaat meestal op de plaats ter hoogte van een uitstekend bot, zoals de stuit, heupen, hielen of ellebogen. Iedereen kan decubitus krijgen, van jong tot oud. Sommige factoren zorgen ervoor dat je sneller decubitus op kan lopen. Bijvoorbeeld als je niet zelf van houding kunt veranderen in bed, of wanneer je een langdurige operatie ondergaat. Verder speelt voeding een belangrijke rol en incontinentie. Zorg voor een goede houding in bed. Hoofdsteun en benen iets hoger, zodat je niet onderuit kan zakken. Om de druk op de hielen weg te nemen, kan de verpleegkundige een kussen onder de kuiten leggen. Voor een goede drukverdeling kan de patiënt op een speciaal matras geplaatst worden. Voldoende vocht en voeding is van belang bij het voorkomen en genezen van decubitus.